Belgro introduceert met het Smart Bulk systeem een geheel nieuwe werkwijze van het lossen van de bulkoplegger. We beginnen bij de mengvoederproducent. Hier kunnen we via de handheld de order selecteren. Controleer of het adres dat in beeld komt klopt. Na bevestiging zien we een overzicht van alles wat er geladen moet worden. Als er gecontroleerd is welke cellen gevuld moeten worden, kunnen we starten met laden. Eerst bevestigen we dit op de handheld. Daarna kunnen we direct beginnen met het daadwerkelijke laden van het voer. Alle cellen zijn afgewogen en worden in de tank geladen. Als het laden afgerond is, bevestigen we dit op de handheld. Na het schoonblazen en afsluiten van de cellen, kunnen we doorrijden naar de klant. Zodra we aankomen bij de klant, zullen we als eerste wagen op de juiste plek bij de silo moeten zetten. Via GPS wordt geverifieerd of we bij de juiste loslocatie staan. Daarna openen we de bedieningskast en kunnen we het systeem aanzetten. Tijdens het opstarten halen we alvast de slang uit de slangkoker. Het systeem heeft een gebruikersvriendelijke interface, waarbij alle informatie op één touchscreen getoond wordt, met één simpele draaiknop voor meerdere functies. Als je er bijvoorbeeld op drukt, dan sluiten alle cellen. Zodra het systeem is opgestart, schakelen we de PTO in, zodat de tank op druk kan komen. Het systeem zet daarbij de luchtwissel automatisch op 100%. Zodra de PTO op het maximale toerental draait, sluiten we de tank en blower ontluchting. Zo kan de tank op druk komen terwijl we de rest aansluiten. Als eerst bevestigen we de slang aan de losbuis. Daarna pakken we er een slangklem bij om zo de slang aan te kunnen sluiten op de silo. De slangklem bevat een herkenningssticker, zodat de handheld het nummer van de silo kan identificeren. Op de handheld selecteren we de silo die gelost moet worden. Op basis van beeldherkenning vindt de order silo matching plaats. Zo bevestigen we dat de slang aan de juiste silo is aangesloten. De PTO draait inmiddels op het maximale toerental. Selecteer nu start met lossen op de handheld. Alleen de cellen die in deze silo gelost moeten worden, zijn nu vrijgegeven. De druk is bijna op orde en door de automatische toerenregeling loopt het toerental terug. Dit bespaart brandstof. Dan stellen we de hoogte van de losbodem in. We selecteren één van de te lossen cellen. De optimale losinstelling wordt nu weergegeven voor deze cel. Dit helpt de chauffeur om zo efficiënt mogelijk te lossen. Bij het openen van de cel wordt de losbodem automatisch geboost en zakt terug naar de ingestelde hoogte. We passen de luchtwisselinstelling aan, zodat er lucht op de losleiding komt. We openen de kogelkraan. We passen de luchtwissel in stappen aan naar de meest optimale instelling. Aan de hand van de tankdruk regelt het toerental zich automatisch. Hier zien we dat het toerental en het brandstofverbruik is gedaald. Zodra de cel leeg is, sluiten we de kogelkraan en zetten de tankontluchting open. Op de handheld bevestigen we dat we klaar zijn met lossen. Alle cellen worden dan gedeactiveerd. Dan bevestigen we dat de hele order correct is gelost en kunnen er eventuele opmerkingen geplaatst worden. Voor nu is dat niet nodig. De volgende stap is het natrekken van de geloste cellen. Zodra we dit bevestigen op de handheld, worden de cellen weer actief. De blowerontluchting sluiten we nog even om de woelers na te trekken, zodat het restproduct van de woelers wordt afgeblazen. Dan trekken we één voor één de cellen na. En door naar de volgende cel. We doen de kogelkraan open en dicht. Nog even de laatste cel en dan zijn alle cellen nagetrokken. Daarna kunnen we alle slangen afkoppelen en de slangklem terugleggen. In de tussentijd loopt de tankdruk af, omdat de ontluchting open staat. Nadat de slang opgeborgen is en de tank ontlucht, kunnen we het systeem uitschakelen en wegrijden.